Welkom in het eerste filmpje over de wetten van Newton toegepast volgens de leerlijn van Fysica vandaag 6. We gaan kijken naar gravitatiekracht. En dat hebben we allemaal te danken aan deze heer Newton. Newton ging op zoek naar de kracht die alle voorwerpen bij elkaar hield. Hè. Zoals de appel die aangetrokken wordt door de aarde, maar ook de maan die rond de aarde draait. En daar heeft hij de volgende wetmatigheid voor opgeschreven. We hebben twee massa's, een massa A en een massa B. En die worden door een kracht naar elkaar toegetrokken, door de gravitatiekracht. Elke massa wordt zo door een andere massa aangetrokken. En de grootte van die kracht, die hangt af van de ene massa. Natuurlijk ook van de andere massa. De kracht is gelijk. En hoe groter een van de twee massa's of alle twee zijn, hoe groter de kracht. Natuurlijk hangt die ook af van de afstand, maar dat is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand. Samengesteld geeft dat dit, hè, maar we gaan er een formule van maken, we hebben een constante nodig. Die constante heeft Newton zelf niet kunnen vinden. Daar moeten we op wachten voor meneer Cavendish, die heeft die gevonden. En die constante is groot G geworden. En de waarde van die grote G is 6,674 maal 10 tot de min 11e Newton maal meter kwadraat gedeeld door kilogram kwadraat. En dus deze formule beschrijft hoe elke massa elke andere massa aantrekt. We kunnen die ook nog als vector schrijven, hè. Dan komt er nog de eenheidsvector achter, maar ja, meestal gaan we die in deze vorm gebruiken. Een klein voorbeeldje, bereken de kracht waarmee de aarde aan de maan trekt en omgekeerd op het moment dat ze dichtst bij elkaar staan. 363.295 kilometer. Goed, gegeven de massa van de aarde, de massa van de maan en de onderlinge afstand. En gevraagd is de kracht waarmee dat ze elkaar aantrekken. Wel, dat is onze formule. In plaats van AB staat hier 1 of 2, maar dat komt op hetzelfde neer. De twee krachten zijn natuurlijk aan elkaar gelijk. Actie is reactie. Zo hard als de aarde de maan aantrekt, zo hard trekt de maan de aarde aan. Het effect zal misschien wel verschillen natuurlijk, omwille van hun verschillende massa's. Maar de kracht is hetzelfde. En dus gaan we onze grote G als constante gebruiken, hier met drie beduidende cijfers. We hebben ook drie beduidende cijfers voor onze massa, 5,98 maal 10 tot de 24e kilogram. De massa van de maan, 7,36 maal 10 tot de 22e kilogram. En de onderlinge afstand in het kwadraat, wel maal 10 tot de derde, want we moeten natuurlijk in meter staan. En dat geeft ons een kracht van 2,22 maal 10 tot 22e newton. Zo, dat was het voor het filmpje over de gravitatiekracht.